Karim, zo'n wedstrijd waarbij de statistieken misschien voor Cambuur waren, maar de punten en het resultaat voor jullie? Ja, dat kan je wel zeggen, denk ik. Vooral het balbezit ook was in het voordeel van Cambuur. Maar ik denk dat wij hier tevreden weggaan. Ja, is dat een tactiek, is dat een uitgangspunt om de tegenstander de bal te gunnen en dan te loeren op die goals? Nee, je weet dat Cambuur gewoon heel goed voetbal speelt, ook van achteruit, vanaf de opbouw. Maar toen wij 1-0 voorkwamen, toen konden we inzakken en uit de reactie voetballen. Maar nee, ik denk dat we hier blij zijn dat we 3 punten meenemen naar Eindhoven. Ja, het was op voorbaat al een zware uitwedstrijd. Dat kon je verwachten. Cambuur uit is nooit makkelijk voor de meeste ploeg, ook voor ons niet. We waren op voorbereid. We wisten dat Cambuur de eerste 15 minuten vol erop ging. Dat deden ze ook, publiek erachter om ons onder druk te zetten. Kwamen we aardig onderuit. We gaven de eerste helft nog iets voor weg, vond ik. De tweede helft domineerden we, vond ik. Alleen is het jammer van de laatste goal. Door een domme overtreding, onnodige overtreding op de rand 16. Die heel goed binnenschiet. Ja, verdiend qua voetbal misschien niet. Maar ik denk dat wij gewoon weinig weg hebben gegeven. Ze hebben niet een grote kans gehad. Behalve de eerste helft wel een paar keer, eerste kwartier volgens mij, eerst 10 minuten. Maar daarna denk ik dat we het vrij goed onder controle hadden. Ja, voelde dit ook als een soort revanche voor jullie debakel in Kerkrade? Ja, dat ook. Ik bedoel, natuurlijk, na zo'n wedstrijd moet je ook reageren en dat hebben we vandaag gedaan. Kijk, het belangrijkste natuurlijk is de 3 punten. Staat voorop, daar word je kampioen mee. Ik geef je groot gelijk in dat het spel beter kan, vooral positiespel. De oplossingen zoeken, daar geef ik een punt. En daar moeten we naar op zoek, ja. Want dan moeten we natuurlijk de goede vorm, de supervorm zien te hervinden. Nu spelen we degelijk voetbal, maar we kunnen veel beter, dat weet iedereen ook. Dat gaan we gauw herpakken, hoop ik. Ja, dan is het morgen Ajax Feyenoord. Het is net wat lucratiever en wat behagelijker voor een PSV'er om die wedstrijd te zien als je zelf net gewonnen hebt. Hoe kijk jij uit naar die wedstrijd van morgen? Ja, ik hoop dat Feyenoord wint natuurlijk. Maar daar gaan we lekker voor zitten en zien we. Ja, want je hebt een Feyenoord verleden, maar dat heeft in dit verband er helemaal niks mee te maken. Nee, eigenlijk niet. In dit verband is het dat Ajax dan op 7 punten komt volgens mij als Feyenoord wint. Dus, ja, dat is mooi. Nee, puur de belangen van PSV. Ja. Wij willen als PSV willen we uitlopen. En, dat is vanavond gelukt op 7 punten. En, dat houden we morgen graag zo. Dus we zullen het zien. Ja, dus zomaar kunnen die morgenmiddag misschien wel hand in hand gaat neurien. Maar dan wel met het belang van PSV in je achterhoofd. Nee, dat nooit. Natuurlijk, ik ga gewoon voor het beste resultaat voor ons. Natuurlijk, onze belangen staan voorop. Als wij kunnen uitlopen, dan zou het mooi zijn.